Hey, goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Dylan, dit is François en dit is dus de vakantievlog voor op mijn kanaal. We zijn dus net vertrokken, gewoon echt net officieel vertrokken. We zijn nu onderweg naar Duitsland en in deze video ga je dus zien wat alles rondom die reis gebeurt. Dat de binders weggegeven worden en alle andere video's die daarmee te maken hebben, die staan op ons andere kanaal en daarvan staat een linkje sowieso beneden in de beschrijving. Voor nu zijn we dus onderweg naar Duitsland en we gaan jullie gewoon op de hoogte houden tijdens deze hele reis. We zijn nu denk ik ruim een half uur aan het rijden en hebben net een video opgenomen. Deze komen dus allemaal op het Transpass account. En mijn moeder had nog een heel kerstpakket voor ons gemaakt. Dus die gaan wij nu eventjes uitpakken en kijken wat er allemaal in zit. Het is best wel een zware doos. En zo te voelen zit die ook echt helemaal vol. En van tevoren was ik al super benieuwd naar wat er allemaal in zou zitten. En vandaar dat ze me ook al op mijn kamer had neergezet. Zodat ik zenuwachtig werd en nieuwsgierig werd met wat er dus in zat. En nu is eindelijk het moment dat we hem dus mogen openmaken. Ja, hij zit echt helemaal vol. Holy shit. Hij zit echt helemaal vol. Oké, we hebben dus tortilla wraps gekregen. Een burrito mix en een enchilada mix. Opkikker. Echt zo'n notitieblokje. Ah, dat is echt heel lief. Gaat fout. Oké, het is dus zo ontzettend veel. Dat wij het gewoon niet allemaal kunnen laten zien nu. Dus dit was het enige. Dit is gewoon een hele volle doos. Nou jongens, we zijn echt 5 minuten terug de grens over gegaan. En wat is het eerste dat wij gaan doen? Mackie! Naar de McDonald's. Gaat gelijk lekker. Het is een legit reden, want ja, we hebben natuurlijk de video met Thomas opgenomen. Ja. Dus die komt online, dus jullie even kijken. Duimpie! We gaan van de McDonald's naar de McFit toe, jongens. Oké, we zijn dus nu in Gronau. Dat is in Duitsland en we zijn dus nu bezig met een opname. Zoals je kunt zien, François hier samen met Jamie. Wat een... Het is nu onderhand al 9:50 en we gaan nu pas avondeten. We staan nu op een parkeerterrein en we zijn ons avondeten aan het klaarmaken. Het is gewoon een uiensoep die mijn oma heeft klaargemaakt, zodat we de eerste avond niet hoeven te koken. En dus wij gaan dan eventjes eten en dan rijden we verder naar de camperplaats, waar wij op dit moment om 10:00 pas zouden aankomen. En dan moeten we ook nog hopen dat daar een plekje is dat we daar kunnen staan. Goedemorgen jongens. Het is momenteel 8:30 en we zijn nu net weer ongeveer 10 minuten aan het rijden. En ja, we hebben onze eerste nacht in de camper gehad. En het verbaasde me hoe lekker het inderdaad nog was. Nou, dit is nu best wel lange file, dus dat is voor ons een mooie gelegenheid om gewoon rustig te gaan ontbijten met croissantjes en we hebben wat appelsap. Dus ja, als het goed is komen we nu om 10:50 aan in Denemarken, in Odense, waar wij dan zeg maar de volgende jongen gaan interviewen. Maar ja, met deze file weet ik niet hoe lang het gaat duren, dus we houden jullie in ieder geval op de hoogte. Ja, oké. We zijn dus nu bij de Deense grens. En je moest daar gewoon vol in een keer afremmen. Ja. En ineens zijn allemaal bordjes, politie, 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 politie. En we wisten al gelijk hoe laat het was. Dus we zijn net aan de grens gecontroleerd door de Deense politie. Helemaal ondervraagd van, wat gaan jullie doen en hoe heet die vriend voor jullie dan? En waar woont hij dan? En ja, ik wil jullie paspoorten zien. En we waren zo van, oké. Dus wij gewoon gegeven en toen was het gelukkig ook gewoon prima. Maar er was nog wel gelijk een andere auto ook aangehouden, zeg maar. Ja, ook uit Luxemburg. Waarschijnlijk houden ze gewoon alle buitenlanders aan, zeg maar. Ja, en vragen ze gewoon waar we heen gaan. Dus dan hebben we dat ook weer gehad. We zijn dus nu officieel in Denemarken. En we zijn gewoon in Denemarken. Ik besef het niet hoor. Nee, maar echt, als je hier om je heen kijkt, er ligt gewoon alleen maar sneeuw en je hebt weg. Ja. En dat is alles wat je ziet, want het is ook mistig. Dus welkom in Denemarken.
Oké, we zijn dus nu ondertussen aangekomen in Odense. Het is nu 2:30 volgens mij en om 4:00 gaan we hier afspreken met Daniel. Dat is dus de jongen die we gaan helpen hier dan in Denemarken. We zijn dus nu op zoek naar mooie plekken om te filmen. Dus we zitten nu te denken om hier bij deze graffiti muur zeg maar iets te doen. En voor de rest zijn we nu gewoon een beetje aan het rondrijden en zo, maar jemig, wat word ik moe van al dat rijden. Het mooiste zou zijn als we hier gewoon ergens op een plek zouden kunnen stoppen, zeg maar, om even snel een powernap te doen of zo. Maar dat is ook zonde van onze tijd, dus ja. Maar we gaan dus... Ik ben er nog op. We zijn er dus ook achter gekomen dat deze jongen dus wel op beeld wil. Dus zoals ik vanochtend zei dat hij niet op beeld wil, is dus niet waar. Dus deze hele bende hier... moeten we nog gaan opruimen. Ja. Ben je gek? Korte broek, dus verkeerde afslag. Oh, korte broek, wat? Ik was helemaal van slag. Wat? Dat kind had gewoon een korte broek aan. Kijk, dit is sneeuw. Jongens, we zien het echt niet meer zitten. Het is dag nummer 2. Maar het stond gewoon om die kutcamper en kijk deze teringtroep. En we zouden het al een uur geleden opruimen. Ja, en we zitten hier nog steeds. We moeten dus die bank omhoog gaan doen. We moeten al die spullen opstapelen en ergens anders doen. En oh, ik kan niet meer. We kunnen niet meer. We hebben wel mooi uitzicht. Nou ja, een berg, ja, een berg inderdaad. Maar dat was beter. Ja. En dan is daar nog een leuk hutje. We gaan dus nu de spullen opruimen. En daarna gaan we nog eventjes die kant op. Om kijken. Zit je nou in mijn neus te pulken? Zie je alle slot die ik heb gespaard? Heerlijk, ja. Beetje. Nou, mooi zo. Nee. Oh, dank je. Ik moet echt poepen nu ineens. Beetje poepen. Gewoon spontaan ineens. Is misschien wat mes voor die plant. Doe je het nou gewoon een plant? Ja. Sorry Vera. Ik heb er ontrokken uit de pot. Oh, in elke pot past een plant. Ze is geen plant. Dylan. Ik val als hier bijna aan mijn broek. Dylan. Okay. Ja. Ik hou van je. Ik hou van jou. Ik hou van jou. We zijn bijna gewoon echt aan het janken van het lachen. Zie je mijn tranen? Ja, je ziet ze. Dylan. Ja, Vera. Ik vind het fijn zo bij jou. A few moments later. Kijk dit dus. Kijk hoe... Nice, alleen er dit er al uitziet. Er liggen gewoon allemaal brokken ijs in het water die daar gewoon drijven. Kijk, dan willen we dus hier zo meteen wat shots gaan opnemen. Oh, dat hij waarschijnlijk op die trap en daarin... Daar kunnen we ook zo meteen echt een zieke foto maken. Ja. Nou, hier gaan we dus zo meteen filmen. Oh, ik heb er nu al zoveel zin in. Ik ben echt nu al zo erg benieuwd naar het resultaat. Maar dus nu gaan we naar de jongen toe rijden. Gaan we eventjes een straatnaam doorgeven en dan gaan we met hem dus opnemen. Oké, het is onderhand alweer iets van 1,5 uur verder en we zijn nog steeds niet aan het filmen, want die jongen die komt pas over een paar minuten aan, want hij kon niet met het OV komen en hij wilde graag hierheen komen dat wij hem niet hoefden op te halen en zo. Dus ja, wij zijn dus nu op hem aan het wachten en hij kan echt elk moment gaan aankomen. Is dat hem? Nee, dat is hem ook niet. En dan gaan we dus filmen en ja, zoals jullie net al hebben gezien, het is zo'n toffe plek en ik ben echt zo nieuwsgierig naar de beelden die daarvan gaan komen. Ja, dus nu gaan we eventjes de spullen klaarmaken. Ik ga deze camera hier op dit statief zetten, zodat we zometeen betere shots kunnen maken. En ja! We zijn onderhand een uur verder. En raad het of niet. We zijn er dus geweest. In dit... tankstation hier. Dankjewel mevrouw dat we daar naar het toilet mochten. Je zal het nooit zien. Kronen, maar... Ja, maar echt, maar wij mochten gewoon gratis omdat we gewoon... Waarschijnlijk omdat ze ons zielig vond of zo. Ja, ik denk het. Ik heb echt geen idee, ho. Ja, we lopen hier ook met 2 pakken appels of crackers en wc-papier. Ja, we konden geen toilet vinden, dus we zijn maar boodschappen gaan doen in de supermarkt en ja.
hebben dus toiletpapier gehaald, maar we hebben geen toilet in de camper, dus geen idee waar we het voor nodig hebben. Maar dat maakt allemaal niet uit. En een super groot pak met crackers. En we gaan nu dus weer onderweg naar onze camper. Zo, het is 9:15, dus dat betekent dat we nu net weer 20 minuutjes terug zijn van het plassen. We zijn echt iets van 1,5 uur weg geweest of zo. En we gaan nu eindelijk beginnen met editen wat we eigenlijk al van plan zijn. Sinds 6:30, sinds dat we hier aangekomen zijn. Dus we gaan hier nu eventjes de video's editen. En dan hopen dat we er best wel snel doorheen gaan. En dat we dan om 10:45 of zo kunnen gaan slapen. Het is momenteel 12:30. Wow, die hele camper trilt. Er is hier dus een camper. En die draait echt fucking harde muziek. Dus onze hele camper trilt door die bas. En we gaan dus nu onze tanden poetsen. Maar kijk, ik weet niet of je het ziet, maar hier, de gootsteen is helemaal volgebouwd. Dus we hebben de deur open gegooid. Daar. We gaan toch onze tanden toe kunnen poetsen. En naar buiten. En het uit kunnen zoeken. Ja. Niet in die camper. Oké, dit wordt dus nacht nummer 3. En ik ben benieuwd of ik deze nacht weer zo lekker slaap als de afgelopen nachten. En of Franswaap vannacht weer wakker wordt. Nou, en ik ren op het raam klopt. Ja. Oh, ik dacht echt dat we eruit moesten, man. Ja. Nee, maar het leek zo echt. Door jou leek het ook echt, inderdaad. Echt, het leek echt zo echt in mijn hoofd. Ik dacht echt, wow, we moeten echt uit, man. Het doek gaat ervoor en het lampje gaat uit. Slaap lekker. Nou, goedemorgen jongens. Het is nu op dit moment 9:30 en we zijn aan het afbouwen. Ja, ik kijk inderdaad best wel veel naar beneden, maar dat komt omdat het best wel diepe sneeuw was, dus ik zakte steeds weg. En ja, soms is het gewoon lastig om gewoon te kunnen lopen. We gaan dus nu richting Stockholm, maar ik zou jullie nog eventjes laten zien hoe het er hier uitzag. We staan hier dus bij een jachthaven. Waar zijn we aangekomen? Stockholm. We zijn aangekomen in Stockholm, jongens. Hij heeft een taser vast. Oké, we zitten nu dus op een ferry en kijk het uitzicht hier. We hebben hier een skipiste. Voor de rest is het gewoon allemaal dingen. En we zitten dus midden in de opnames en... Hi. Ja. Hallo. We zijn ondertussen aangekomen in Gavle. Geen idee hoe dat moet uitspreken, maar... Kijk hoeveel sneeuw hier ligt. Kijk hoe hoog. Dit is François en het komt gewoon tot zijn heupen. We zijn dus nu op zoek naar de plek waar je naar het toilet kunt gaan en waar je kunt douchen, want het stond erbij. Oei, yo. Gaat fout. Nee! Ik sta tot mijn knieën in de sneeuw. Nou, we wilden dus daar proberen te lopen en dit is hoe het geëindigd is. Tot onze knieën in de sneeuw. Maar we zijn nog steeds geen ene steek verder gekomen, want dat toilethokje daar was dicht. Dus we kijken nu eventjes bij de benzinepomp die hier is of daar ook iets van een toilet of iets aanwezig zou zijn. Douche. Douche. Nee. Douche. Nee. We hebben een douche gevonden. Nee. Kijk, we schud, maar het is met een code. WC douche. Oh nee, het is met een code. Oh, het is open van maandag tot vrijdag. Het is morgen zondag. Het is over van maandag tot vrijdag. Oh, we zijn verdoemd. Oh, we waren zo blij dat we een toilet en een douche gevonden hadden. Maar het is op slot. Nou, we gaan weer even terug naar de camper lopen om ons verdriet weg te eten. Het is momenteel 10:50 en we zijn net klaar met onze eerste video editen. Nou ja, klaar. Het enige wat we nu nog moeten doen is ondertiteling eronder zetten en onder een klein stukje nog een stukje muziek. Maar dat komt morgen allemaal. Maar we gaan nu lekker slapen. Nacht nummer 4 gaan we in. En ik hoop dat we net zo lekker slapen als de afgelopen nachten. En dan gaan we morgen weer rijden. En gelukkig hebben we nu een paar dagen voor onszelf. Voordat we weer bij de volgende gaan filmen.
Maar voor nu slaap lekker en tot morgen. Goedemorgen jongens, nacht nummer 4 is weer voorbij. Hebben we het overleefd? Ja. We hebben het overleefd inderdaad. Ik zou jullie nog laten zien hoe deze camperplek eruit ziet. Wat voor mooi uitzicht we hebben. Dus dat ga ik bij deze eventjes doen. We staan weer langs een jachthaventje. En het weer, het was vanochtend echt stralend blauw weer. En het begint nu alweer meer bewolkt te worden. Dus ik ben benieuwd wat de rest van de dag gaat brengen. Ik ben bang dat als ik de lucht zie dat het gaat sneeuwen. Maar ik hoop het eigenlijk niet echt. Maar we gaan dus nu weer rijden eventjes naar de McDonald's toe. Omdat we weer even een plaspauze gaan doen. En dan gaan we verder rijden naar de volgende stop. Oké, we staan dus nu stil bij een tankstation, want onze koelvloeistof, of hoe noem je dat? Ruitvloeistof was leeg, dus dat hebben we nu even bijgevuld. En we hoorden dat dit dus typische Zweense broodjes zijn. Dus die hebben we beide ook nu gehaald om eventjes te proeven. En we hebben ook gewoon honger en dan gaan we weer snel verder rijden. Want we moeten nu nog iets van 5 uur rijden tot de volgende camperplek. Nou jongens, ik heb net in totaal 7,5 uur gereden, dus morgen is het Françoisenbeurt. En we staan dus nu op een camperplek naast een skipiste. Ik zal het zo meteen wel even filmen, maar het is echt wauw. We dachten op een gegeven moment van, oh nee, we kunnen niet plassen en zo, want het toiletgebouw is dicht. Toen ging het bij dit gebouw proberen en wow, kijk waar we zijn beland. Oké. Een hele keuken. Met zitplek en zo. Er zit hier, zit er een woonkamer. Lekker bankie, zit overigens echt super lekker. Met een dikke tv. Dan is hier een toilet. En kijk wat we hebben gevonden. Bam! Een douche. We kunnen gewoon douchen vandaag. En dan, oh ja, en dan had je hier nog een andere. Nog een ander ding waar je kunt douchen. Een toilet en alles. Oh, dit is zo chill. Voor deze plek moesten we dus 230 kronen betalen. Dat is ongeveer 23 euro volgens mij. €22,67. Nou, en dat is het zeker waard, want het is dan stroom bij de camper en dan kunnen we gewoon gebruik maken hier van een normaal toilet wat dichtbij is en een douche. Maar ja, super chill, dus we gaan nu eventjes naar de camper toe, gaan we noedels maken. Nee, of gaan we eerst kijken voor kip in de supermarkt? Ja, we gaan eerst kijken voor kip in de supermarkt, dus we houden jullie op de hoogte wat we gaan eten vandaag. De skipiste, wow, vanaf hier lijkt het fucking laag. Maar het is echt hoog. Er zitten ook en dan mensen allemaal dingen te chillen. Waar je daarboven? Super nice. En onze camper die staat dan. Je ziet hem daar. Nee, je ziet hem echt amper. Maar laten we naar de kip daar gaan. Yes, we gaan op zoek naar kip. Oké, we staan dus bij die skipiste die jullie al gezien hebben net. Maar we kwamen net met het geniale idee om de sneeuwscheppen hier van de muur te halen. De skipiste op te gaan en er gewoon af te gaan. En nu zijn we echt helemaal bevroren en zijn we weer terug in de camper. Maar het was echt heel nice. Ja, het was echt de moeite waard om even te zien. Dat eerste ding was al super stijl. Ja. En toen gingen we nog van eentje hoger en dat ging echt... Dat ging fout. Echt gewoon niet goed gewoon. Nee, lul man! We zijn net ook nog naar de supermarkt gelopen. Het was echt een kwartier lopen, maar dat hadden we over voor kip. Dus we hebben gelijk twee pakjes kip gehaald. En vanavond hebben we dus noedels gegeten met wat gebakken kip met barbecue saus. En daarna kwamen we dus met het fantastische idee om met de sneeuwschep te gaan. En nu zijn we in de camper om op te warmen. Zijn we even live op Instagram. En ja, gaan we zo meteen nog eventjes editen. Oké, what the fuck. Er zit dus gewoon ijs aan de binnenkant. What the fuck. Het is echt niet goed. Het is echt niet goed. Het is echt niet goed. En ik slaap ineens kom in mijn hoofd, hè. Oké, wij zitten er op dit moment echt eventjes helemaal doorheen. Het is hier zo tyfus koud. Oké, op zich begint het nu best wel warm te worden. Maar het is nog steeds overal zo tyfus bevroren en alles. Dus ja, wij gaan maar gewoon proberen te slapen. En dan zien we jullie morgen weer. Het is mooi.
momenteel 12 uur en we zijn al iets van 1,5 uur aan het rijden. We rijden nu richting Lapland. We moeten in totaal 7 uur en een kwartier rijden. En dan komen we vanavond in het hotel aan waar wij 2 nachtjes gaan slapen. Het is min 16 in Lapland. En het kan volgens mij nog kouder worden, dus het is wel goed dat wij daar inderdaad in een hotel gaan. We gaan dus in Tankavaara. Oh ja, Tankavaara of zo gaan wij. En we hebben het opgezocht en het blijkt dus een van de mooiste plekken van Lapland te zijn. En je kunt daar heel goed de sterrenhemel zien, staat erbij. En er is een kans dat we het noorderlicht gaan zien. Maar ik wil er niet te blij gaan doen, want straks zien we het niet en dan ben ik alleen maar teleurgesteld. En er blijken daar dus ook allemaal van die wandelpaadjes te zijn. En we lezen dat als je daar loopt en dat uitzicht ziet, dat je dat gewoon voor de rest van je leven gewoon blijft herinneren. Ja, dus we zijn zo erg benieuwd en ja, nou ja, we gaan dus nu nog ruim 5 uur, bijna 6 uur nog rijden. We zijn momenteel weer eventjes verder en hebben net weer een korte plaspauze gehad en weer even wat bijgetankt. Momenteel moeten wij nog 1 uur en 49 minuten rijden voordat we bij het hotel aangekomen zijn. En we hebben nog een broodje vanuit Zweden. Lekker, dus die zijn nu even lekker aan het oppeuzelen en dan rijden we gewoon rustig verder. Ondertussen begint het ook al minder bewolkt te worden. Je ziet ook echt gewoon blauwe stukken ertussendoor komen. Dus dat is een goed teken. Want heel misschien dat we dan het noorderlicht nog eventueel zouden kunnen zien. Dat zou wel echt heel erg vet zijn. Oké, wat gaan we nu doen? Naar het noorderlicht. Dus we hopen echt, we zien sterren. Ja, en ze zei als je dat ziet, moet je naar buiten gaan, moet je gewoon kijken. Ja, ja, het is hier volgens mij. Ja, zo je dat ding. Kijk, zie je. Oké, we wilden hier dus net om gaan draaien om weer de andere kant op te gaan. En toen zaten we vast, dus we kregen beide echt een hartverzakking. En nu wilden we dus kijken hoe het er nu nog uitzag, maar dit is dus het resultaat. Gaan we het nog een keer proberen? Nee. Echt goed. Het was wel een kut avond. Geen kut noorderlicht, helemaal niks. Jawel, we hebben wel iets gezien, maar niet wat we wilden, wat we hoopten te zien. Het was niet eens te zien op een camera. Nou, we zijn weer terug in onze blokhut. We zijn dus bij het meer geweest waar het noorderlicht zou moeten kunnen zien. We hebben de hele weg een klein beetje het noorderlicht gezien. En toen kwamen we daar en het was gewoon pikzwart. Het was gewoon echt alleen de sterrenhemel. De sterrenhemel was ook echt heel mooi om te zien. Maar voor de rest was het jammer dat we gewoon de hele tijd het noorderlicht zagen. Tot het moment dat we er echt aankwamen. Het was gewoon weg. Ja, het was gewoon weg. En nu zijn we bezig met ons om te kleden. Zo, daarna gaan we op bed liggen. En dan morgen weer een nieuwe dag. En dan, ik ben benieuwd wat we morgen gaan doen. Maar dat zien we dan allemaal wel. Ja. Dus voor nu slaap lekker en tot morgen. Goedemorgen. Hier even de ruimte hebben en gewoon normaal kunnen bewegen is wel echt super fijn. En we zijn dus net wakker. We gaan nu douchen en daarna gaan we informeren wat er hier allemaal in de buurt te doen is. Want we willen vandaag gewoon iets leuks doen omdat we in Lapland zijn. Dus ja, het liefst iets met een hondensleeëntocht. Maar ja, we gaan dus nu eventjes douchen en daarna gaan we dus even naar de receptie toe om te vragen wat er allemaal in de buurt is. We zijn dus net even naar de receptie geweest om te vragen wat er hier allemaal in de buurt te doen is. En ja, het enige wat je hier kunt doen is lopen in de buurt. Je kunt rendieren voeren. Dus we gaan nu spullen pakken, eventjes een stukje wandelen. Nou Frans, wat zijn we aan het doen? Aan het lopen, maar... Hoeveel kilometer gaan we doen? 3. Godverdomme. Nou, als dit 3 kilometer zo doorgaat... Dan ga ik die van 1 kilometer doen hoor. Zo. Dit is heel heftig, wacht. Echt heel heftig. Kijk dit pad, hier moeten wij doorheen lopen. Er zijn nu gewoon echt natuurlijke sneeuwpoppen gemaakt. Maar echt. Oké, we gingen gewoon aan die deur voelen om te kijken of die open was. En het is gewoon open. Dit is gewoon like een schuilkelder of zo. Oh ja. Je kon zien hoe klein dat deurtje is. Even kijken hier, zelfs ik moet hier echt... gewoon bij bukken. Het pad is gewoon niet meer gelopen voor, ik denk echt 2-3 dagen of zo. We zakken al steeds weg tot sowieso 1,5 meter in de sneeuw. En we denken dat als we daarmee doorgaan, dat we dan niet meer heel uit terugkomen. Dus
Frans, gaan we terug naar het andere pad van 1 kilometer of gaan we hier door? Nou ja, het lijkt wel beter om terug te gaan, denk ik. Ja, dan gaan we dus terug inderdaad. Zakken we op een moment zakken we gewoon die sneeuw in. Gewoon echt het moment zo. Moet je nagaan, moet je kijken ook hoe hoog het hier is. En dan komt er een nieuwsartikel, transgenders verdwenen in het natuurgebied Lapland. En dat moeten we niet hebben. Nee, klopt. Dus we gaan terug. Het is hier wel echt super mooi. Dat gaat hem dus niet worden. Kom je er nog uit of moet ik helpen? Nee, doei. Oké, wow, we hebben de rendieren gevonden. Nou, we zijn dus aan het koken. Het is gewoon koud. Ik ben de kip aan het snijden. Ik ben binnen, maar toch bevriezen mijn handen van die kutkip. Oh ja, we hadden de kip dus in de auto laten liggen. Je hebt ook echt de camera aanstaan. En die hele kip is gewoon bevroren nu. Terwijl het niet eens in de koelkast lag. Nou jongens, het is een beetje skeerlicht, want ik schijn bij met mijn telefoon. Maar het is dus poging 2 en we gaan dus nu weer op zoek om te kijken of we het noorderlicht mooi kunnen vastleggen. En niet alleen met de blote ogen zouden kunnen zien. Dus ja, we moeten nu 24 minuten rijden en dan hopen we dat we het wat beter zien dan gisteren. Zo, we zijn weer thuis en liggen weer op bed. En ja, je hebt dus geen beelden gezien en dat betekent dat we het noorderlicht dus niet hebben gezien. Ja, voor nu ga ik deze video ook afsluiten. Vond je deze video leuk? Doe dan vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik jullie weer bij de volgende week vlog-achtig iets.